jullie het doek op 3 eraf trekken en ons de tentoonstelling geopend. De camera's zijn jullie klaar? Ja? 1, 2, 3! Ja! Zo snel zijn we nou bij het FNV. Fotograaf Roel Visser maakte als kind zelf grote rijkdom en armoede mee. En hij wil in Armer en Rijker laten zien hoe groot de kloof is tussen arm en rijk in Nederland. Even kijken. Dit is het PC-hoofd, bijvoorbeeld. Dit is dan niet de miljonair fair, maar dit zijn wel de nieuwe rijken. Die man die ging ook naast zijn rol staan toen hij uitgestapt was. En ging echt zo 5 minuten om zich heen kijken, duidelijk zichtbaar, van, om te zien of iedereen wel naar hem keek. Hè? Op de stoep. Zo van, kijk mij eens uit mijn rolls. Weet je wat? Dat soort dingen. Ja. Enfin. De expositie op het Schouwburgplein en het fotoboek zijn tot stand gekomen in samenwerking met de FNV. De vakbond reist de komende maanden met de tentoonstelling door Nederland. Ja, dat is een familie in Noordoost-Groningen, Nieuw-Buinen heet dat stadje. En ja, die mensen die had ik gezien en ik heb daar aangebeld en ik werd hartelijk ontvangen. En ik eerst maar eens vragen hoe en wat. Ze zitten de hele dag aan die tafel naar buiten te staren. Er is niks meer, geen perspectief, niets. Die vrouw overigens, die kan nog werken, dat wilde ze ook, maar dat kan dan weer niet, want ze is eigenlijk afgekeurd. En ik bedoel, een dossier vol met stukken. Maar ondertussen zitten ze de hele dag naar buiten te staren. Ja, dit is op de Luxury Beurs, de nieuwe benaming voor de vroegere Millionaire Fair. Ja, en dit is dan op de VIP-avond, hè? Dus dit zijn dan VIP's, zullen we maar zeggen. En die gaan dan staan borrelen en zo. En ja, netwerken en weet ik veel wat. Maar ja, wat moet ik er verder over zeggen? Als je goed kijkt, dan zie je het. Dat zijn dus wat we noemen de nouveau riche, de snobs, de wansmaak eigenlijk ook.